Shabab in Malden op bezoek bij Juliana 31. En Juliana 31 is de hekkensluiter van de topklasse. Bij de ploegen dus onderaan de ranglijst te vinden. Juliana 31, 10 punten uit 14 wedstrijden. En Shabab heeft er slechts 3 minder. Maar wel een wedstrijd meer gespeeld al. Eerste wapenfeit van de wedstrijd was die vrije trap van Juliana 31. Beide ploegen hebben dus niets aan een gelijk spel en gaan vol voor de winst. Hier is het Virgil Spier die een opening zoekt. Welkom bij Isam El Bakkali. En Bakkali die schiet. De bal wordt nog van richting veranderd. En bal op de lat. Oh, Jacobi nog in de rebound. Probeert het met een omhaal. Maar hij weet doelman Niek Weijers niet te passeren. Zo was Shabab ook dichtbij. Die o zo belangrijke openingstreffer. Hier een goed schot. Juliana 31. Ja, en Alami Anag probeert zijn mannen dan goed neer te zetten. Want de thuisploeg neemt het heft over. Hier is het Benček die ongelukkig naar de grond gaat. Maakt erbij Hens en scheidsrechter Van Dongen. En die kan niets anders doen dan een penalty geven. Ongelukkig natuurlijk van Benček, van Shabab en Diebos. Schiet de thuisploeg naar een 1-0 voorsprong. Dan niet veel later. Dit moment op de vuisten van Rinaldo O'Neill. En naar de 2-0. En ziet hij al een beetje de bui hangen. Maar goed, met 1-0 is er nog van alles mogelijk. Dit is de 53ste minuut. De bal komt bij Dean Kalis. En hier had O'Neill toch wel uit zijn goal moeten komen. Jordi Kris en Billy Kaba. En dan ook kwaad op hun doelman, want dit was toch wel een foutje hoor. Dan dit moment. Reniri gaat naar de grond en Gino Felixdaal krijgt een rode kaart. En Shabab dus verder met 10 man. En dat in de 56ste minuut. Ja, en hier in de herhaling is te zien dat het niet Felixdaal is die Reniri neerhaalt, maar Brahim Atalja. Maar goed, Felix Daal eraf. Achter de bal weer Diebos. En hij maakt de 3-0 voor Juliana 31. En zo wordt het wel heel lastig deze middag voor Shabab. 59ste minuut. Juliana 31 wil de score nog vergroten. En hier is hij weer met een hattrick. Diebos. Gijs Diebos. Met zijn derde dus van de middag. Ja, en eigenlijk in 10 minuten tijd in die tweede helft geeft Shabab het volledig uit handen. En staat het 4-0 achter. Vallen er nog wat gele kaarten. Wat dubieuze beslissingen van scheidsrechter Van Dongen. En dat dan na het verkeerd geven van een rode kaart. Het helpt Shabab allemaal niet. Het gaat nog wel op zoek naar een doelpuntje met hier Jamal Dibi. Probeert het mooi te doen met een stiftje. Maar goed, als het ook hem al niet lukt om de ploeg nog enigszins in het zadel te helpen, ja, dan lukt het eigenlijk bij niemand meer bij Shabab. Sterker nog, het wordt nog erger. Vincent van Hees maakt hier de 5-0. En zo verliest Shabab toch om het forse cijfers van de hekkensluiter.